welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het een speciale dag, want vandaag is het mijn verjaardag. Vandaag, nu, deze dag dat ik de video opneem, is het niet mijn verjaardag. Maar de dag dat deze video online komt, woensdag 18 september, is het mijn verjaardag. Dus als jij deze video bekijkt op de dag dat ik hem heb geüpload, dan is het vandaag mijn verjaardag. Ik ben vandaag 25 geworden. 18 september 1994 ben ik geboren. En ik doe nu al 2 jaar YouTube en elk jaar heb ik een verjaardagslook gemaakt. Dus dit jaar ook weer. En dit jaar is de eerste keer dat ik het ook echt post op mijn echte verjaardagsdag. Mijn verjaardagslooks zijn altijd glam. Als je mij al lang volgt en al kent, dan is dat vast geen verrassing voor jou. Ik ben over het algemeen best wel van de glam. En voor mijn verjaardag ga ik altijd voor een makkelijke go-to glam look. Die ik gewoon makkelijk kan maken en waarvan ik zeker weet dat het er gewoon goed uit gaat zien. Want ik wil allemaal geen risico nemen op mijn verjaardag en zo, dus ja. En ja, ik ga gewoon vandaag laten zien hoe ik mijn make-up ga doen op mijn verjaardag. Dus ben je benieuwd naar de look en hoe ik hem ga maken? Blijf dan gewoon vooral nog even kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, ik ga vandaag voor de verandering eerst beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. Ik ga mijn gezicht primen met de Guerlain Lore Primer. Dit is een hele dure primer, maar hij is echt super goed. En hij zorgt ervoor dat mijn make-up lekker lang goed blijft zitten. En het is nu 12 uur en mijn make-up moet er echt nog de hele dag op blijven zitten. Dus ja, ik ga vooral producten gebruiken die lang goed blijven zitten. Als foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 6. En als concealer gebruik ik een van mijn beste betaalbare concealers. En dat is de L'Oreal Infallible Concealer. Ik heb hem in de kleur Latte. Dat is 331. En dit is echt een fijne concealer. Want hij heeft echt een volledige dekking. En hij is mat. En dat vind ik wel fijn in een concealer. En dan breng ik de concealer ook aan op mijn oogleden. Zodat ik die ook gelijk soort van heb geprimed. En dan ga ik mijn gezicht poederen en baken met de Biotulin Hydrolon Poeder. Dan ga ik mijn gezicht contouren met dit Essence Contour Paletje in de kleur 10. En ik pak dan deze donkere kleur. Ik had dit paletje in mijn Essence video geprobeerd. Als je die video nog niet hebt gezien, ga hem bekijken. Daar heb ik allemaal nieuwe Essence make-up getest. En ik dacht toen dat dit een highlight kleur was. Maar een van jullie zei mij, oh mijn god Sarah, dit is gewoon een lichtere contourkleur voor de lichtere huid. Dus dit zijn allebei contourkleuren. Dit is helemaal geen highlight kleur. En dan om het onder mijn ogen nog extra te verlichten gebruik ik mijn Benefit Hello Flawless Poeder in de kleur I Love Me Ivory. En dan een beetje MAC Fix Plus. Mensen, echt MAC Fix Plus maakt zoveel verschil. Je huid ziet er gewoon zoveel beter uit. Vooral als je zoveel make-up opdoet als mij. Echt, als je geen MAC Fix Plus hebt, dan is het gewoon echt een stuk minder mooi. En ik heb echt nog steeds geen enkele fixing spray gevonden die beter is dan MAC Fix Plus in het samensmelten van alle producten op je gezicht. Het is echt een geweldige spray. Nou, dan is het voor nu even klaar met mijn gezicht. Dan ga ik even beginnen aan de ogen. Dus we gaan weer even inzoomen. Ik ga even de lens veranderen. Ik ga voor een niet al te ingewikkelde ooglook. Ik ga meestal altijd gewoon voor bruin en een beetje glittertjes. Een beetje een glanzend kleurtje en zo. Dus dat ga ik nou ook doen. Het paletje die ik gebruik is van I Heart Revolution. En dit is het Crème Brûlée Chocolade paletje. En dit paletje heeft echt prachtige kleurtjes. Een beetje bruin, oranje, gelige kleurtjes. Echt een top paletje qua kleuren. Ik heb hier ook al een andere look meegemaakt die op mijn Instagram staat. Die look was ook echt super leuk. En vandaag ga ik er mijn verjaardagslook mee maken. En ik gebruik ook zo een stick van Revolution. Die komt straks, maar ik ga eerst beginnen met het paletje. Ik begin eerst met de hele lichte bruine kleur. Die heet Brûlée. En met mijn grootste fluffy kwast van mijn Sarah Marie Cosmetics ogenkwasten set ga ik deze kleur helemaal zo aanbrengen in mijn arcadebogen. Best wel een beetje zo wild. Want het is toch een hele lichte kleur die niet meer zo opvalt. Dit is gewoon puur. Zodat de andere kleuren mooi gaan blenden erin. En gewoon als een soort van basiskleur. Dan pak ik de bruine matte kleur. Die heet Dolce. En ook nog met mijn grote fluffy kwast ga ik deze kleur ook zo aanbrengen in mijn arcadebogen. Ik heb niet te veel gepakt.
Pak nooit in één keer heel veel, want anders wordt het echt een bende. Doe het gewoon langzaam opbouwen. En dan trek ik het ook zo naar buiten, zodat het echt een smoky eye wordt. En ik richt me ook vooral hier op de buitenste hoeken. En dan pak ik de donkerste bruine matte kleur. Die heet Vanilla Pot. Pak ik ook weer een heel klein beetje op mijn grote fluffy kwast. En deze breng ik dan zo aan in de buitenste hoek, om het daar wat donkerder te maken. En echt maar een heel klein beetje, nothing too much. En alle drie de matte bruine kleuren die ik nou heb gebruikt in mijn arcadeboog ga ik nou ook aanbrengen op de onderste wimperrand. In dezelfde volgorde als dat ik heb gedaan in mijn arcadeboog. Nou, dan zijn we even klaar met het oogschaduwpaletje. Dan gebruik ik nou mijn Revolution Eye Glisten Liquid Oogschaduw. Deze zijn echt super mooi. Je hebt hier een glanzende kleur en hier een glitterkleur. Al in een bruine en een gouden kleur. En dan begin ik eerst met de Liquid Foils oogschaduw. Die is echt super mooi. Dit is de applicator. Kijk deze kleur hoe mooi, jongens. En dan ga ik hiermee een cut crease maken zonder dat ik helemaal eerst concealer moet gebruiken. Blablabla. Ik ga het gewoon gelijk maken met de applicator. Kijk hoe makkelijk dit gaat. Zo kun je echt op de meest makkelijke manier ever een cut crease maken. En dan een beetje hierbij de randen uitblenden, zodat het daar iets minder heftig wordt, zodat het straks mooi inblendt met de andere oogschaduw. Zo mooi. En deze liquid oogschaduw is echt betaalbaar en hij brokkelt niet van je ogen af. Want af en toe heb ik dat met die meer betaalbare liquid oogschaduw. Ze zijn dan zo heel mooi in het begin, maar dan daarna gaan ze er zo rustig van afbrokkelen. En dat gebeurt met die niet, dus ik vind hem echt top. En dan pak ik weer hier de donkerbruine matte kleur Vanilla Pot. En dan met een platte fluffy kwast ga ik die een beetje zo inblenden met de liquid oogschaduw. Dan ga ik de glitterkant gebruiken. Ook die heeft weer zo'n applicator. Ook echt super mooi. Kijk hoe mooi die glitter is. En die ga ik dan aanbrengen op de liquid oogschaduw van net. Zorg er wel voor dat die echt eerst is opgedroogd en niet nog nat is. En dan breng ik die gewoon zo'n klein beetje erop zo. Gewoon heel rustig. Niet heel veel. Gewoon dat er een beetje glitter van afkomt. Want het is wel mijn verjaardag. Dus ik wil wel een beetje glitter. Kijk wat een verschil dat maakt. En dit is allemaal zo makkelijk. Dat vind ik vooral het fijne eraan. Het is gewoon allemaal zo makkelijk. Mensen, ik krijg het niet eens van mijn hand af. Kijk dit. En ik druk hard, hè. Dan pak ik even een bruin oogpotloodje. Deze is van Kiko nummer 4. En die breng ik zo aan in mijn waterlijn. En dan pak ik hier de lichte glanzende champagne kleur. Die heet Custard. En die breng ik dan zo aan in mijn binnenste ooghoeken. Als eyeliner gebruik ik mijn Benefit Eyeliner Pen in de zwarte kleur. Als mascara gebruik ik mijn Too Faced Better Than Sex mascara in de kleine versie. En als nep wimpers gebruik ik van de Makeup Bar The City. En dan breng ik ook wat mascara aan op mijn onderste wimpers. En dan kom ik zo bij jullie terug. Mensen, ik heb andere wimpers opgedaan. Nog wel van de Makeup Bar, maar dit is de stijl Perfect Love. Die andere, die moesten echt worden weggegooid. Ik had ze echt way too vaak gebruikt. En ze zagen er niet meer zo mooi uit. Dus heb ik even veranderd van wimpers. Ik ga nou mijn gezicht bronzen met MAC Give Me Sun. Als blush gebruik ik ook eentje van MAC en dit is in de kleur Peaches. Echt mijn favoriete matte blush. Hij is echt super mooi en blijft echt ook lang zitten. En dat vind ik vooral vandaag heel belangrijk. Als highlighter ga ik een old school favoriet paletje gebruiken die echt mijn favoriet was voor like ever. En hij is nog steeds super mooi. En dat is de Anastasia Beverly Hills Glow Kit. Sun Dipped Glow Kit is dit. En zoals je kunt zien, I hit pen over here. Deze is echt geweldig, dus die ga ik nou ook opdoen. Af en toe, omdat er gewoon zoveel nieuws komt, vergeet je gewoon al je oude favoriete producten. Dus af en toe moet je gewoon even weer die gebruiken om te herinneren van, hey, die vond ik ook altijd heel mooi. Dit paletje is zo mooi en zo glowy. Echt geweldig. En dan breng ik ook altijd een beetje zo in mijn binnenste ooghoek om het wat heftiger te maken. En ook op mijn neus, zo een puntje op de voorkant. En dan zo hier zo. Dan blend ik het zo een beetje uit met mijn vinger. Dan de lippen. Als lippotlood gebruik ik mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Shocker, deze gebruik ik echt lekker altijd. En om mijn lippen in te kleuren gebruik ik de Maybelline Superstay Ink Liquid Lipstick. In de kleur 05. Dit is een hele lichte roze kleur. En als lipgloss gebruik ik mijn Ethos Gloss in de kleur I Love My Nudes.
En dan als einde, als setting spray, gebruik ik mijn Max & More spray. En dit is de long lasting variant. En dan is mijn verjaardagslook helemaal af. Nou mensen, dit is dan mijn verjaardagslook voor dit jaar. Ik vind het echt een geweldige look. Ik hou van dit soort kleuren. Ik hou van bruin, van glitter. En ik hou van makkelijk en snel. En in mijn mening is dit echt een hele snelle manier om zo'n heftige ooglook te maken. Met en een cut crease en glitters. Met echt maar één product. En ja, ik vind het gewoon allemaal super makkelijk en betaalbaar. Laat me ook weer vooral weten in de comments beneden wat je van de video vond. Wat je van de make-up vond, wat je van mij vond. Laat gewoon iets leuks achter en vergeet niet te liken. En als je nog een paar extra video's van mij wilt gaan bekijken, dan plaats ik er hier twee die je kunt gaan bekijken. En mijn lieve schattige hoofdje om te kunnen abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar daar ga ik niet van uit. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij mijn volgende video. Die komt aanstaande zondag om 1 uur. Doeg!